Hallo, welkom bij deel 2 van de minicall. De vorige keer ben ik hier geëindigd en als het goed is hebben jullie het nu ook tot hier gehaakt. We hebben nou ja, in mijn geval 6 keer 11 steken en nou ja, 10 toeren omhoog. En ik heb weer even mijn steekmarkeertje omhoog gebracht. Dit is de eerste steek van de nieuwe toer. En hier heb ik de laatste doorhaling. Dus van de nieuwe toer heb ik nu al 3 lussen opgehaald. Nou, vandaag ga ik jullie 2 variaties laten zien. En ik vond het wel leuk om iets van, ja, iets met blokken te doen of zo. En we doen het heel simpel. Ik heb 6 keer 11 steken. Dus ik ga blokken maken van 11 steken basissteek en 11 steken patroonsteek. Nou, dan gaan we weer de hoogte in. En dan wisselen we het om. Dan beginnen we met de tweede patroonsteek in dit geval. En die wisselen we dan ook weer af met basissteken. Ik ga dus nu een van de. Ik ga eerst basissteek 11 doen. En dan ga ik de eerste patroonsteek laten zien. Dus ik begin weer eventjes om nog weer even op te halen. Hoe ging het ook alweer? Met 11 steken basissteek. Maar ik heb er al 3 opgehaald, hè, van deze toer. Dus er moeten er nog 8 bij. Dus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dat is niet anders dan de vorige keer. Je ziet trouwens, het heeft de neiging om op te krullen, hè? Maar bij het afwerken komt dat helemaal goed, hoor. Dat hoort zo. Nu ga ik de patroonsteek voordoen. Ik laat het van dichtbij zien. Wat je normaal doet met de basissteek, je steekt, ja, zo dwars door het lusje, maar je naald blijft boven je werk. Nu doen we precies hetzelfde, tenminste we beginnen precies hetzelfde. Je steekt weer dwars in het lusje, alleen nu steek je hem naar de achterkant van het werk en je gaat daarbij eigenlijk gewoon door het gaatje. En dat gaatje dat zit onder de doorgehaalde steek in de tweede kleur in dit geval. Even kijken, ik heb een beetje schaduw. Dus ik laat het nog even zien. Je steekt dwars wat je steeds doet, maar je gaat ook naar achter. En daar haal je dan je draad op. Ik haal hem door en meteen ook door het lusje. En nu heb ik een steek gemaakt. En nu zie je hier een veetje zitten. Ik doe het nog een keertje voor. Ik steek gewoon dwars in, maar ik ga meteen naar achter. En dan komt hij vanzelf onder die rode doorhaling. Ik haal achter mijn werk mijn draad op. Ik haal hem naar voren. En meteen door het lusje heen. Nu heb ik 2 steken gemaakt. En je ziet nu al een beetje, zo wat verder zijn zie je dat nog meer, dat je hier alleen grijs ziet. En die roze doorhaling, die zit er wel, maar die zit meer aan de achterkant. Die heb je verstopt. En dat geeft dus straks een soort, ja, effen, in mijn geval grijs vlakje. Ik doe hem nog een keertje voor. Ik steek gewoon in zoals je steeds doet. Dus dwars, hè, als je links haakt van links naar rechts en anders van rechts naar links. Maar ik steek meteen door naar achter, door het gaatje heen. Ik haal mijn draad op en ik haal hem naar voren en meteen door de lus. Ik heb nu 3 steken gemaakt. Vier. Vijf. Zes, zeven, acht, negen, tien, elf. Kijk, en je ziet nu, dat is een verschil. Kijk, nu kan je het heel goed zien. Hier zie je nog de rode streep en die houdt hier ineens op. En als je nou aan de achterkant kijkt van het werk, dan zie je duidelijk dat die
die doorgehaalde steken ook echt aan de achterkant zitten. Dat vormt een beetje een dikke ribbel. Kijk, hier zit hij er nog een beetje onder. En hier zit hij echt helemaal naar achter. Steekt hij wat meer uit. Zie je dat? Nou, ik heb nu 2 keer 11 steken. Daarmee is mijn naaldje vol. Dus ik ga even doorhalen, maar ik laat er gewoon weer 3 staan. Net zoals ik steeds doe. Dus ik keer mijn werk en ik haal even door op 3 lussen na. Dat maakt niet uit. Dat blijft altijd hetzelfde. Dus wat voor patroonsteek je ook doet, dat doorhalen blijft altijd hetzelfde. He, dus omslaan door 2, omslaan door 2. Dat verandert niet, ook niet bij de patroonsteek. Kijk, hier kom ik bij die patroonsteek. Je ziet duidelijk dat dit meer erbovenop ligt dan hier. Kijk, hier zit die grijze nog boven de rode. En hier zitten die rode en grijze door elkaar, zeg maar. Dan zit die rode erbovenop. Nou, ik haal door tot op 3 steken na. 3 lussen na. Zo. Kijk, zie je het verschil? Aan de achterkant, grappig, hè? Ik keer mijn werk weer terug. En kijk, dit zijn nog de laatste 3 steken in de patroonsteken. Die horen nog bij die 11. Dus ik ga nu weer 11 steken in de basissteek doen. Die 3 die er nog staan, trek ik me niets van aan. Want die horen nog bij het vorige vlakje. Hè? Dus ik ga nu 11 steken in de basissteek doen. Dus dan steek ik weer gewoon dwars. En mijn naald blijft aan de voorkant van mijn werk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En nu ga ik er weer 11 maken in patroonsteek. Dus insteken, zoals je steeds doet, maar meteen ook naar achter. Draad ophalen en er door de lus heen halen. Dat is 1. Insteken naar achter en doorhalen. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nou, mijn naald is weer helemaal vol, dus ik keer weer mijn werk en ik haal weer door tot op 3 steken lussen. Na. Dus door, omslaan door 2, omslaan door 2. Wat je altijd doet. Ik heb nog 3 lussen over, dus ik keer mijn werk weer terug. En die 3 lussen die je over hebt, daar trek je niks van aan, want die horen nog bij het vorige blokje. Kijk, je ziet hier al duidelijk dat het er anders uitziet, hè? Als we naar een toer verder zijn, wordt dat steeds duidelijker. Kijk, zie je hier, het krult nog een beetje in elkaar, maar dat wordt straks duidelijk. Deze 3 horen nog bij de vorige 11, dus we gaan gewoon weer 11 basissteken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. En nu weer 11 in patroon steken. Ik ga het nu ietsje sneller doen. Naar achter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En ik ben nu ook aan het einde van mijn toer. Ik zou wel voor de altijd even een patroondeeltje afmaken met lussen ophalen voordat je keert. Want anders kan je heel makkelijk in de war raken. Dus in mijn geval steeds 11 en dan pas gaan doorhalen. Dan raak je niet zo makkelijk in de war. Dan weet ik ook dat ik hier weer zometeen met die basissteek moet beginnen. Ik keer dus weer mijn werk. En ik haal weer door zoals ik dat steeds doe. Dus omslaan door 2. Ik keer weer terug. En nu ben ik weer bij het begin van de toer. Nou, en dan doe ik weer hetzelfde. Dus 11 steken basispatroon en 11 steken patroonsteek. Ik noem hem maar even tricotsteek. Nou, ik doe dat nog even voor. En dan vertel ik je wat je verder kunt doen. Heb jij nou gekozen om hem kleiner te maken? Dus heb je bijvoorbeeld 6 keer 9 steken, dan is het makkelijk om blokjes van 9 te doen. Heb je 6 keer 13 steken, dan maak je blokjes van 13. Dus in dit geval wel makkelijk. Als je snapt hoe het zit, dan kun je daar leuk mee gaan spelen natuurlijk. Dan kan je natuurlijk ook allerlei andere patroontjes maken, maar we houden het nu even eenvoudig. Ik ga nu, ik wil het min of meer vierkant, dus ik heb steeds 11 steken. Ik ga dit 10 toeren lang doen. Ik doe even een stukje van de tweede toer in patroon voor. En nou ja, dan wijst het verder vanzelf. Dus nu ga ik weer, ik ben bij het begin van de toer, 11 steken basissteek. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kijk, en je kan het eigenlijk al zien. Want je ziet hier die patroonsteek, dan weet je ook, oh ja, hier ga ik patroonsteek doen. Dus nu weer 11 steken, patroonsteek. Dus naar achteren. 1, dus door het lusje. En naar achter. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nou, het naaldje zit weer vol. Dus ik keer weer. En ik haal door.
En je kan het aan de achterkant ook het verschil zien. Zie je dat? Kijk, hier heb je steeds afwisselend een rood en een grijs ribbeltje. En hier heb je rode ribbeltjes waar het grijs alleen maar doorheen schemert. En die rode ribbeltjes die liggen er ook wat meer bovenop. Die steken aan de voorkant, die hebben ze een beetje naar achter gedrukt. Zie je dat? Nou, zulke soort ribbeltjes kun je ook aan de voorkant maken, maar dat is de tweede patroonsteek en die laat ik strakjes zien. We gaan nu eerst, kijk, hier kan je nu heel duidelijk zien dat dat grijs het rood helemaal bedekt. En het ziet er eigenlijk uit alsof het gebreid is. Grappig, hè? Nou, ik ga nu 10 toeren in totaal haken. Ik heb er nu 2, ik ben nu met mijn tweede toer bezig. Hier kan je gewoon de veetjes tellen. Ik zit even te kijken, want dit was eigenlijk, ja, ik heb 1, 2, ja. Ik ga 10 toeren doen. En nou, als jullie dat nou ook doen, dan kom ik straks weer even terug. Heb je nou minder steken, hè, dus heb je nou 6 keer 9 steken, dan doe je 8 toeren omhoog. Ja? Nou, ik ga even mijn 10 toertjes afhaken. Oh ja, even nog, hoe eindig je nou? De lusjes doorhalen, in dit geval in patroonsteek, doe je tot en met de laatste steek van de toer. De lusjes ophalen. Nee, ik zeg het verkeerd. De lusjes ophalen. Nee, ik zei het wel goed. Sorry. Je haalt alle lusjes op tot en met de laatste steek. Maar het doorhalen met kleur B, dan eindig je de laatste drie lussen weer op je naald staan. Dus je eindigt met het doorhalen hier. Dus hier komt straks het rode lusje, of je het lusje in kleur B op je naald, met 3 lussen nog, de laatste van de toer. Want we beginnen de volgende toer, na deze 10, in een patroonsteekje. Dus, ik zal het nog één keertje hopelijk duidelijk zeggen. Ik ga nu 10 toertjes in dit patroon haken. Dus steeds afwisselend 11 basissteek en 11 tricotsteek, noem ik hem maar even. En mijn 10e ronde haal ik gewoon de hele ronde de lussen op. Dus tot en met de laatste steek haal ik de, in mijn geval, grijze lussen op. Maar het doorhalen doe ik tot 3 lussen daarvoor. Dus dan krijg je net als wat je aan het begin van dit filmpje zag. Dan krijg je dus je werk. Daar staan dan 4 lusjes op je naald. Namelijk de laatste 3 in kleur A van het ophalen. En het 1 lusje van kleur B van het doorhalen. Ja? Dus ik ga mijn toertjes haken. En als ik zover ben, dan kom ik weer terug. En dan laat ik de tweede patroonsteek zien. Vergeet niet om regelmatig even je steekmarkeerder naar boven te verhuizen. Ja, zie ik je zo weer terug. Nou, daar ben ik weer. Ik ben nu hier en ik heb de vlakjes in, ik zal maar even zeggen, tricotsteek klaar. Als het goed is, heb jij dat ook inmiddels. Je ziet dat het wat intrekt, hè? Maar dat komt met het verder haken wel weer helemaal goed. Ik ga jullie nu de tweede patroonsteek laten zien. Dit is het begin van mijn toer. Ik ben geëindigd met gewoon de hele toer ophalen en het doorhalen met kleur B tot aan de laatste 3 lusjes. Dus deze 3 lusjes die zijn nog van de toer hiervoor. Nou, ik ga nu jullie laten zien hoe je ribbeltjes kunt maken. En dan wisselen we het af. Dus dit wordt de ribbeltjesteek. En hierboven de blokken die je net gemaakt hebt in die effe, hè, die zeg maar tricotsteek, daar komt dan weer basissteek. Dan wisselen we het af. Als je dan een klein beetje hoogteverschil zou hebben, doordat het wat intrekt, dan komt dat eigenlijk ook weer goed. Nou, hoe gaat die steek? Hij is niet moeilijk, maar je moet het even zien. Je ziet hier aan de voorkant die streepjes. Die zie je aan de achterkant ook. En daar pik je hem op.
Dus je draait je werk even een klein stukje, klap je even om en dan zie je hier het dwarsstreepje. En daar steken we gewoon in dwars. Dus als je links haakt van links naar rechts en als je rechts haakt van rechts naar links. Pak wel vast even mijn draad. Zo. En in dit geval blijft je werk aan de, of je naald aan de achterkant van je werk. Dus ik steek in, ik haal een lus op en ik haal hem door. Dat is alles. Kijk, en dan krijg je dus aan de voorkant de kleur van het doorhalen. Dus ik rol het een beetje naar me toe en vaak krult het krult al een beetje om, hè. Dus dat is eigenlijk wel makkelijk, want dan kan je heel goed zien wat je moet doen. Ik haal niet aan de voorkant de draad op, maar aan de achterkant. Dus, of het lusje. Ik steek in. Ik haal mijn draad op en ik haal door. Dat is alles. Ik heb nu twee steken gemaakt. Dus. Ik zal het even goed dichtbij houden. 3. 4. 5. He, dus niet aan de voorkant, maar aan de achterkant. 6, 7, 8, 9, 10, 11. En als je nu kijkt, dan zie je heel duidelijk hier een ribbeltje aan de voorkant. En aan de achterkant zie je alleen ribbeltjes in kleur A. En eigenlijk, als ik het zo eens even binnenstebuiten keer, aan de achterkant ziet het er ook wel grappig uit, hè? Je zou het werk ook binnenstebuiten kunnen gebruiken. Dat is weer een totaal ander effect, maar dat is ook leuk. Moet je kijken hoe leuk dat is. Is ook grappig. Maar goed. Ik heb nu 11 steken in die patroonsteek gemaakt. En nu maak ik boven dit blok, wat we gemaakt hebben in de vorige patroonsteek, weer 11 steken in de basissteek. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mijn naald is weer vol, dus ik keer mijn werk en ik haal door. En dat doe je altijd op dezelfde manier. Maakt niet uit of je patroonsteek haakt of basissteek. Het is gewoon continu omslaan en door twee. Dit zijn de 3 steekjes nog van de toeren hiervoor. En ik haal weer door tot ik nog 3 lusjes in kleur A op mijn naald heb staan. Dat is ook het voordeel als je met twee kleuren werkt. Als je per ongeluk 2 lusjes tegelijk doorhaalt, zoals ik net deed, dan zie je dat onmiddellijk. Als je in 1 kleur werkt, dan kan je dat over het hoofd zien. Nou, ik heb nog 3 grijze lussen op mijn naald, dus ik keer weer terug. En nu gaan we weer 11 steken patroonsteek doen. Dus ik steek niet aan de voorkant in, maar ik klap het een beetje om. Het krult eigenlijk vanzelf al om. En ik steek in dat rechtopstaande lusje aan de achterkant in. Gewoon dwars er doorheen. Eigenlijk dus precies hetzelfde als de basissteek, alleen dan doe je het aan de achterkant in plaats van aan de voorkant. Zo simpel is het. Gewoon dwars insteken. Draad ophalen en doorhalen. Dat is 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En nu dan weer 11 steken basis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je ziet trouwens hier aan de zijkant van die patroonstek dat hier zit het wat dichter op elkaar en hier zit het wat verder uit elkaar. Ik kan me voorstellen dat jullie dat ook hebben, dat je dat niet helemaal kunt voorkomen. Ik denk dat dat gewoon te maken heeft met het wisselen van steek. En ik haal weer door, dus ik keer mijn werk en ik haal weer door, dus omslaan door 2. Tot ik nog 3 lusjes in kleur A op mijn naald heb staan. Je ziet het dus al een beetje verschijnen hier. En zo haak ik dan nog 10 rondes. Ja, dus ik maak deze nog even af. En dan haak ik 10 rondjes in deze patroonsteek. En nogmaals, heb jij nou 6 keer 9 steken, dan doe je 8 rondjes. Bijvoorbeeld. Dat is gewoon 1 rondje of toer. Minder dan je steken hebt. Nou kan ik me voorstellen, kijk, ik maak gewoon die blokken, hè? Dus hier komt weer de patroonsteek, tweede patroonsteek en hier weer basissteek, dan ben ik rond. Je ziet hier, daar heb ik de afwisseling. Nou kan ik me voorstellen dat je denkt, nou ik vind dat een beetje saai die blokken. Ga vooral lekker los, hè. Als jij nu zoiets hebt van, oh dit is zo makkelijk, ik snap dat wel en ik vind blok een beetje saai, ik ga er wat leuks mee doen of ik ga het op een andere manier afwisselen. We doen nu steeds basissteek afwisselen met een patroonsteek. Maar die twee patroonsteken, die kan je natuurlijk ook onderling afwisselen. Dat heb ik bijvoorbeeld hier gedaan. Hier heb ik dus patroonsteek 1 afgewisseld met patroonsteek 2 in blokjes. Dat kan natuurlijk heel goed. En bij dit buideltje, deze, heb ik driehoekjes gemaakt. En dus steeds heb ik eerst de rand patroonsteek, die ribbeltjes steek. En dan gewoon in dit geval heb ik het in 5 verdeeld, 5 steken. 4 keer ribbel, 1 trico. En dan in de toer daarna 3 keer ribbel, 2 trico. Zodat je een soort van driehoekjes krijgt. Kan ook. Je kan ook toeren afwisselen. Hier heb ik zelfs per steek afgewisseld volgens mij. Weet ik niet helemaal zeker, maar gewoon 1 steek ribbel. Ja, 1 steek ribbel en 1 steek trico, zal ik maar even zeggen. Steeds afgewisseld en de toer daarna dat omgewisseld. Volgens mij heb ik het hier per 2 toeren. Maar daar kan je dus mee gaan spelen. Dat is juist zo leuk van die patroonsteekjes. Dus je kan gewoon doen wat ik doe, maar je kan ook zeggen van nou, ik snap helemaal hoe het zit en ik maak zelf een leuk patroontje. Ga er gewoon lekker mee spelen. Haak in ieder geval, ik ga er nog 10 bovenop en ik denk dat ik dan nog 5 toeren iets anders doe. Ik kom straks na 10 toeren weer even terug
En dan ga ik even laten zien wat ik van plan ben. Daar ga ik nog even over nadenken. Om de goede hoogte te krijgen. Maar goed, ga vooral los als je snapt hoe het zit. Maak er wat leuks van. Haak in ieder geval nog zo'n 10 toeren erop. Ik zie trouwens wel, dat vind ik wel leuk om even te zeggen, zowel dit buideltje als deze. Dat trekt wat minder in en het is wat, ja, wat soepeler. Dit is allebei gemaakt van echte wol. En dat heb ik een heel klein beetje gestoomd, waardoor het heel mooi is geblokt. Ik heb het dus niet opgespannen of zo, alleen maar een beetje gestoomd. En ja, daar wordt het wel echt mooier van. Dat is het voordeel als je wol gebruikt. Dit is acryl en geeft ook een leuk resultaat. Maar dat kan je wat minder goed blokken en dat ziet er toch een beetje anders uit. Maar goed, je doet het met wat je hebt, hè. En dit soort werk is ook heel leuk om, maar dat, ja, als ik het een keertje heb gedaan, dan laat ik het wel gewoon een product zien, een werkje zien. Ik werk zelf heel graag met sokkenwol, maar dat is zo dun, dat is een beetje te klein om dat goed in beeld te krijgen. Maar het leuke daarvan is dat je dan een heel fijn resultaat krijgt. En dan kun je dus echt ook hele leuke dingen mee doen. En dat ziet er ook heel mooi uit. Want dit kan natuurlijk met elke dikte garen. Hè? Dat maakt niet uit. Als je maar een bijpassende haaknaald hebt, dan komt dat goed. Dit is trouwens een buideltje waar ik mijn mini-bolletje in heb. Van een ander werkstukje. Maar ja, van heel dun garen is dat ook heel leuk. Neem je gewoon een bijpassende haaknaald. En ja, dan kun je gewoon leuke dingen mee doen. Dus, ik ga 10 toeren haken in de patroonsteek die ik net heb laten zien. En ik doe net als net, eindig ik weer met dat ik alle lussen van de hele toer, de 10e toer, allemaal heb opgehaald. En dat ik de drie laatste lussen van de laatste toer, dus aan het einde van de toer, die laat ik op mijn naald staan. Dus net als net. Dus dat als je met de volgende toer wil beginnen, dat je ook aan het begin van die toer zit. Ja? Dus ik ga mijn 10 toertjes haken en dan kom ik straks weer even terug. Nou, daar ben ik weer. Het schiet al op. 10 toeren basis, of 9. Nee, 10 toeren basissteek. 10 toeren afwisselend basis en trico. En 10 toeren met ribbeltjes en basissteek. Ik ben weer, zoals ik had gezegd, geëindigd met, dit is de laatste steek van de toer. Dus ik doe hem even in de eerste steek van de nieuwe toer. Ik ga nu weer met de nieuwe toer beginnen. Ik stel voor om er toch nog 10 toeren op te doen. Dat lijkt heel hoog, maar er komt dus een hexagon bodem in en de bovenkant, als we die gaan afwerken later, waar een trekkoordsluitingje doorgaat, die wil ik niet al te hoog, gewoon een randje. Dus dat betekent dat dit ook een beetje in elkaar gaat zitten. En dan leef je ook een beetje ruimte in. Dus en we maken hem een beetje hoger, dat je ook zeker weet dat er ook lekker wat een flinke bol in kan. Ook zo'n extra grote cake misschien, dat erin kan. Stel trouwens dat je hem als project tasjes zou willen gebruiken als je kleine dingetjes maakt, dat kan, hè. Dat je er bijvoorbeeld een haaknaald bij in wil opbergen, dan zou ik hem wel even voeren met stof. Als je hem alleen als bolbuidel gebruikt, hoeft dat natuurlijk niet. Maar als je hier een haaknaald in gaat doen, dat gaat natuurlijk, blijft haken in die lusjes. Dus dan moet je hem even voeren. Nou, die laatste 10 toertjes. Ja, ik vind het gewoon leuk om een beetje af te wisselen. Wat ik in mijn hoofd heb, en dat kan je natuurlijk naar eigen idee doen, hè. Maar wat ik in mijn hoofd heb, is even 2 toeren basissteek. Dan 5 toeren, gewoon om de beurt een randje ribbels. Trico, ribbels, trico, ribbels. En dan weer 2 toeren basissteek. Ik denk dat ik dat gewoon ga doen. En ja, ik begin dus nu gewoon. Dan moet ik even kijken of ik het wel goed heb gedaan. 2, 4, 8. Ja, dit is de 10e. Ik moet nog, als ik het goed wil doen, want dit zijn er 2, 4, 6, 8,
10. Hier krijg ik eigenlijk maar 9 toertjes van die ribbeltjes. Als ik nu weer gewoon ga haken. Dat heb ik me niet gerealiseerd. Nou ja, op zich maakt dat niet zo heel veel uit. Ik zou er een 10e kunnen doen, maar dan krijg je hier 11 toeren. Dus dat verschil blijft. Dat maakt op zich niet uit. Ik ga dus nu beginnen met 2 toeren gewoon basissteek. En nou, dan zien jullie me zo weer even terug. Nou, ik heb nu 2 toeren basissteek gedaan en dat lijken er hier 3. Dat komt omdat je bij die ribbeltjessteek, die steek ontstaat door het ophalen van die lusjes. En bij de volgende toer haal je ze weer gewoon op en dan verdwijnt dus eigenlijk dat laatste ribbeltje. Dus dat zijn er nu 9 in plaats van 10. Vind je dat nou storend, dan zou je nog, had je nog bijvoorbeeld 1 toertje ribbeltjes kunnen afwisselen met gewone steek. Aan de andere kant, omdat die tricotachtige steek wat intrekt, is dat ook niet helemaal vierkant. Dus ik dacht, nou, dat is, vind ik dan eigenlijk ook wel bij elkaar passen. Dus ik vind dat niet zo storend. Nou, ik heb nu 2 toeren. Hè. Dit zijn de laatste 3 steekjes weer van mijn net gemaakte toer. Dus ik ga weer een nieuwe toer beginnen. En ik vind het eigenlijk wel leuk om eens te kijken hoe het eruit ziet als ik steeds een toer ribbeltjes afwissel met zo'n toertje trico. Nou, ik wil 5 toeren in totaal. Dus dat wordt dan hè, ribbel, trico, ribbel, trico, ribbel. Dus ik ga nu een heel rondje ribbelsteekjes maken. En nou, dus weer hè, achterin steken. En ik ga dat dus afwisselen zo met toeren van de andere patroonsteek, waar ik helemaal er doorheen steek. Dus als ik die 5 toeren gedaan heb, dan kom ik weer eventjes terug. Nou, daar ben ik weer. Ik heb nu gedaan een toertje ribbeltjes, een toertje zeg maar trico, ribbel, trico en ribbel. En je ziet ook precies waar de toer nu wisselt, hè? Want daar zit het dus niet gelijk, dat is logisch. En nu ga ik nog gewoon 2 toertjes basissteek doen. En dan laat ik het nog even zien. En dan is dat ook meteen het einde van deze aflevering. Dus ik ben zo weer even terug na mijn 2 rondjes in de basissteek. Nou, het is klaar voor zover. Ik vind hem hoog genoeg zo. Ik heb mijn begin markeerde weer eventjes omhoog gebracht. Ik ben geëindigd dus weer met 2 toeren in basissteek. En nu kunnen we volgende week gaan we dan de bodem maken. Zorg ervoor dat je een aantal steekmarkeerders hebt. Dan moet ik even. Ik heb er altijd moeite mee. Je hebt er 5 nodig. Ja. 5 steekmarkeerders die ja, in liefst een andere kleur hebben dan deze. Want dit geeft het begin van de toer aan. Maar we gaan de volgende keer gaan we even de 6 segmenten markeren. En dan is het wel handig dat je weet welke markeerders een segment aangeven en welke het begin van de toer aangeeft. Dus zorg ervoor dat je volgende keer 5 markeerders hebt in een andere kleur dan je beginmarkeerder. En nou, ik hoop dat je het leuk vindt tot nu toe. Veel plezier met het haken ervan als je meedoet. En dan zie ik jullie graag volgende week terug om de bodem te maken. Dus laat de draden ook gewoon zitten, want we blijven in het rond haken. En dat wordt dan een hexagon bodem. Ja, dus laat alles zitten zoals het zit. Zorg dat je weer eindigt zoals je steeds doet. He, dus de hele toer ophalen. En dan de laatste 3 lusjes even laten zitten. Zodat als je de volgende keer gaat beginnen, dat je weer kunt ophalen meteen bij de eerste steek van de nieuwe toer. Ja? Dus, nou. Ik hoop dat je het leuk genoeg vindt. En dat je volgende week, als je nu meedoet, dat je volgende week
ook meedoet om in ieder geval de bodem erin te maken. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer dan. Doeg!